Ik ben Hans van der Boom, voorzitter van Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet. Kortweg Historisch Hoogvliet. En ik sta hier samen met mijn medebestuurslid Kobi van der Sluis. Bij de tentoonstelling die we momenteel hebben over poesiealbums en poëziealbums door de eeuwen heen. Er zijn meer dan 100 mensen geweest die belangeloos hun album hebben beschikbaar gesteld. En daar zijn wij van Historisch Hoogvliet heel erg blij mee. Ja. We staan bij de vitrine met de oudste poëziealbums. En het oudste album dateert van 1880. U ziet dat hier viooltjes in zitten die gedroogd zijn. Want in die periode had je nog geen poëzieplaatjes. Dus vandaar dat dit zo gemaakt is. Dit is de tweede vitrine in de looproute van de tentoonstelling. En dit is de vitrine met de albums van de echte oud-hoogvlieters. Op de foto zie je Ingetje Kok. En het album is van begin 1900. We hebben geprobeerd in deze tentoonstelling om bij elk album, elk oud album, ook een foto van de maakster of maker erbij te plaatsen als we die beschikbaar hadden. En dat kun je hier in deze vitrine ook heel goed zien. Hier hebben we een album van Sjane van der Velde, van mevrouw Hoijmans, zoals ik ze herkend heb. En dat is het album uit de oorlog. Hier in de vitrine kan u de albums verder zien en ziet u onder andere haar album met in plaats van poëzieplaatjes zijn het bonnen uit de oorlog die geplakt werden. Omdat er toen eenvoudigweg niks anders was. Het album van Jannie Luiten, die in 1968 naar Australië is geëmigreerd, is het enige album wat niet fysiek op de tentoonstelling aanwezig is. Maar door deze foto's toch te zien is. In deze vitrines ziet u de grootste gedeelte van de tentoonstelling. En dat zijn de albums van ongeveer 1940 tot het jaar 2000. Waarbij de jaren 50-60 het best vertegenwoordigd zijn. En daar hebben we dan ook de meeste albums van. Ik ben benieuwd, hou je zelf van poëzie? Heb je je lievelingsgedicht? Of is dat niet het geval? Schrijf je zelf of vertel meer daarover? Nee, ik doe zelf niet zoveel aan poëzie. Maar ik vind het fenomeen poëziealbums, of zoals ze vroeger poëziealbums zeiden, vind ik wel geweldig. Het mooie van deze tentoonstelling is dat het over vriendschap gaat. Dus niet alleen over poëzie, maar vooral over vrienden. En ik ben heel benieuwd, heel veel poëziealbums of vriendenboekjes. Hoe kom je aan bijna heel veel? Vertel je mij, hoeveel boekjes zijn er en hoe is het jou gelukt? Nou, we hebben het begin van dit jaar een oproep gedaan op onze eigen Facebookgroep pagina. En daar hebben ongeveer 40 mensen op gereageerd en die hebben hun album beschikbaar gesteld. Vervolgens zijn we benaderd door Joop van der Hoor van toen nog het weekblad Botlek. En die heeft de oproep ook nog in de krant geplaatst, waarna we nog eens 60 aanmeldingen kregen. Dus uiteindelijk hadden we meer dan 100 aanbiedingen van mensen die hun album beschikbaar wilden stellen. En dat is fantastisch. Nou, bijna of 100 albums. Dat is echt prestatie. Ik vind het geweldig. Heel mooi. En dat is heel erg jammer, want de tentoonstelling is voorbij. Vandaag is de laatste dag. Ja, het is vandaag helaas de laatste dag. Er is niets aan te doen, maar er zijn wel erg veel bezoekers geweest al, sinds september. En diegenen die niet konden komen, gelukkig kunnen dat door middel van dit filmpje ook een klein beetje indruk krijgen en meekijken. Want het is echt ontzettend leuk om te zien en heel veel werk zit natuurlijk achter. En heel erg bedankt voor dit prachtige resultaat. En ik ben natuurlijk benieuwd, wat voor kerstwens heeft de historische Hoogvliet? Nou, wij van Historische Hoogvliet wensen iedereen natuurlijk de allerbeste wensen voor 2022. Allereerst nog fijne feestdagen. En we hopen volgend jaar op heel veel aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers en veel bezoek op de nieuwe tentoonstelling die we eind maart gaan beginnen
En die gaat over? Dat gaat over de ouderenzorg in Hoogvliet door de eeuwen heen. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Hoogvliet en de cultuur van onze woonplaats is van harte welkom bij Historisch Hoogvliet aan de Overwolde elke laatste zaterdagmiddag van de maand. En meer informatie vindt u op onze webpagina historischhoogvliet.nl en op onze Facebookpagina en groep op het internet.